Hallo, hallo. Leuk dat jullie wat terugzeggen. Welkom bij het eerste inhoudelijke debat uit de serie Stemmingmakerij. De lokale omroep Almelo, de Almeloze Politiek en de Twentse Courant de Bansia houden een serie verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. We gaan praten over sport, binnenstad en zwembad. Dus naast mij staan zit Marcel Zielman van het CDA en staat Lieneke Bolhuis van de Minima-partij. Ik wou zeggen, ze zijn bijna even groot als Marcel zit. Ja. Dat is wel goed, Lieneke. Anders is hij zo groot. Ja, precies. Blijf staan, anders... Marcel Zielman, lijsttrekker van het CDA. Dankjewel. Nou, ons verkiezingsprogramma is natuurlijk groter dan de punten die we hier in 1 minuut kunnen uitleggen. Ik zal de 3 uitlichten. De CDA is een brede volkspartij. Gaat uit van gespreide verantwoordelijkheid. Daar waar de burger, de inwoner, het zelf kan, het liefst het zelf doen. Maar op het moment dat dat niet kan, dan kan de overheid inhelpen. In dit geval de gemeente. Dat is ook op het gebied van schulden. Op het moment dat mensen schulden niet meer zelf kunnen, daar niet meer uit kunnen komen, willen wij als pilot voorstellen om de schulden over te nemen en daar aan te koppelen. Een programma waarbij ze leren om met geld om te gaan en er niet meer in de schulden te komen. De Minima-partij. Wij gaan voor kansen voor iedereen die passen bij alle mogelijkheden, wensen en levensstijlen van de mensen bij ons in de stad. We de eerste de binnenstad hier klaar hebben en dan inderdaad compacter, vol met winkels. En dan gaan we kijken naar de woonboulevard, maar volgens mij ook woonboulevard is afgelopen race. Dat bestaat niet meer, dan moeten we een andere bestemming hiervoor vinden. Nou ja, miljoenen op tafel tover. Kijk, we moeten heel realistisch zijn. In 2020 weten we met z'n allen het huidige zwembad met de voorziening zoals die nou is ingericht afgeschreven. Dus we zullen gewoon op dat moment moeten upgraden. De tijd waar we nou in leven voldoet niet meer aan de eis. En voor een stad van 73.000 inwoners moet je een binnen- en een buitenzwembad hebben. Met daarbij de mogelijkheden om natuurlijk ook schoolzwemmen te kunnen realiseren daar. Dus wij zijn van mening dat je de financiële middelen moet zien te vinden om daar ook een keuze in te maken. Ga ik even naar Hans Buitenweg. Een nieuw zwembad voor Almelo. Moet dat er komen? Ja, dat lijkt me een hele goede zaak. Maar het begint natuurlijk met een visie. Waarom willen wij een zwembad? En dat gaat ook om volksgezondheid en om mensen gezond te houden in deze stad. Er komen steeds meer ouderen bij, 55-plussers. En mensen die graag ook een baantje willen trekken. Dat is nu echt wel lastig. Daarmee komt er ook een eind aan het debat van vanavond. Terwijl het hier naast me nog even vrolijk verder gaat. Ja, blijf rustig staan hoor. Geen probleem. Alle lijsttrekkers die vanavond hier waren, bedankt voor hun bijdrage. De mensen die hebben geholpen, bedankt voor hun bijdrage. En we gaan verder debatteren op 8 februari. En dan zie ik u graag terug.